Kijk, ja, we komen even kijken. Ja, vertel eens wat over uw tuin. Ik ben hier komen wonen in 86 en eigenlijk heb ik dit huis gekozen, ja, samen met mijn man natuurlijk, omdat het zo'n grote tuin was. En ik ben een tuinliefhebber, dus ik vond dat heerlijk, ja. 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 Ja, altijd met tuinen bezig geweest, toen u klein was ook altijd? Ja. Maar toen de kinderen kwamen niet zo, dus toen was het even rustig aan, maar daarna ben ik weer volop begonnen. Ja. En bent u ook iemand die ook de boeken doorkijkt? Van nou, dat wil ik hebben of ik ga toch een keer zo? Matig. Maar ik ben wel al zeker 15 jaar lid van een tuinclub. En dan gaan we iedere maand een keertje kijken in het land. Grote tuinen. Echte hele grote tuinen van een hectare bijvoorbeeld. En daar doe je veel ideeën bij op. Ja. Ja. Zullen we de tuin even doorlopen? Dan kunnen we even kijken. Zeker, natuurlijk. Ja? Oké. Okay. Ja. Wat voor soort roos is dit? Rus heet die. Rus, ja. Een apart naam. Ja, wel een beetje apart, ja. Ja. Losse bloemen, en ze hadden tegen mij gezegd bij Vaarderhoogt, hij blijft laag. En ik had dit eens een keer gezien op een tuinreis. Dat het zo prachtig tegen een muur allemaal groeide. Vond het wel jammer, maar goed. Ik kocht ze, maar ze blijken toch te klimmen.